What's up, everybody? Welcome back to another highly combustible reaction. We're jumping into something. Yinni Arian, it is over. And Yinto and De Boer with it has begun. So that's two separate total things. Let's jump in. Let's see what we got. No idea what we're getting into. But get over. So Axel Nightman, all the love in the world for the subs. Go show Yinni Arian the love. Go show Yinto and De Boer some love. Let's see what we got. Shout out to Miss Rhea, by the way, for the request. Much, much love, my dear. Bringing us something beautiful, I'm sure. Het is over. Hij zegt me niets meer. Ik ben vrij. Het is over. Hij doet me niks meer. En ik ben blij. Hij is voor mij zomaar een heer. En al die toestanden... Dat hoeft niet meer. Die man die thuis kwam, 's avonds laat, zo moedeloos en prikkelbaar. Dat alles is mijn zorg niet meer. Dat is nou allemaal voor haar. Ze mag me hebben. I gave it to someone else. Go. Het wachten in het grote bed, dat was het ergste. Oh mijn God. Het al door wachten op zijn tred en op de sleutel in het slot. Ze mag hem hebben. Zijn leugens en zijn draaierij, zijn minderwaardigheidscomplex, zijn sympathie voor Feyenoord, zijn bril, zijn sokken en zijn seks. Ze mag hem hebben. Zijn auto. En zijn fotoboom, zijn rot humeur, zijn romantiek, zijn dia's en zijn schuldgevoel. En ook zijn whisky-erotiek, ze mag hem hebben. Zijn politiek, zijn Elsevier, zijn status en zijn overwerk, zijn moppen over kapelaans, zijn overhemden en zijn kerk, ze mag hem hebben. En al die reisjes naar Parijs. Toen, lang geleden, was het fijn. Maar ja, hey. Toen waren we nog arm. Alleen wat stokbrood en wat wijn. We liepen zorgeloos en vrij. Te slenteren op Montparnasse. We really went back in a memory right there. Later ging hij zonder mij. Kwam thuis met lipstick op zijn das. Ze mag hem hebben. Hij drinkt te veel, dat is haar zorg. Al drinkt hij hele emmers rum. Ik trek mijn hand ervan af. Dan maar een fijn delirium. Ze mag hem hebben. Het valt niet mee hoor, mooie poes. Je hebt er tact voor nodig, meid. Nou leef je in een roze roes, maar dat gaat over met de tijd. Dan moet je tonen wat je kan, dat wordt een hele zware test. Het is niet eenvoudig met die man, ik hoop maar dat je het verpest. Oh. Waarom zeg ik dat? Wil ik hem terug? Voor geen miljoen. Ik hoef niet meer. I like how we're going back and forth. There's like a war being waged here and everything. That she's saying, showing us the bad side, but at the same time, there was a little bit of nice things woven in there as well. I like it's like a whole back and forth, but with herself. Zij wou zo graag. Nou goed dan, laat ze het dan ook doen. Ze mag hem hebben. Ik weet niet of ze van hem houdt, nu wel, maar op de lange duur. Ook als hij ziek zal zijn en oud, hij is een kwetsbare figuur. Zoals je er maar weinig vindt. Nu geef ik, net als in mijn jeugd, mijn speelgoed aan een ander kind. Hier is het. Je mag het hebben. Het is voor jou. Dat kan dan.
je mag het hebben. Want het is nou niet meer van mij. En veel geluk. Maar één ding vraag ik je. Maak het niet stuk. There's still some feeling there. There's still some caring. It's like a whole inner turmoil happening. Very, very real though. Beautiful, beautiful, beautiful song. It was full of emotion on a whole bunch of different kinds of emotion. It had parts in it that made you smile. It had parts in it that broke your heart a little bit. Nobody should have to go through that. I'm personally kind of glad that that person would be free. You know what? You're away from all of the negatives. You got to weigh out the negatives and the positives, though. And she definitely did that in that song. There was so much back and forth. But at the end, she still has a heart. Very, very beautiful. Those harmonies, it sounds like one voice. Kwam binnen met een koffer, zonder dat hij echt iets zei. Het is begonnen, niet meer alleen. Maat 44 naast de deur, zijn mannengeur, sinds hij verscheen is het begonnen. Hij is van mij. Niet meer stiekem in de lift. Oh, al dat gefrummel in een kast. Nu mag ik hand in hand op straat en slapen op zijn blote bast. Hij is van mij. Kunnen uit eten openbaar, misschien naar Azië op reis. Stel hem straks voor met tas, mijn man, en we gaan eindelijk naar Parijs. Hij is van mij. We mogen vrijheid fantaseren. Als ik de griep krijg, blijft hij thuis. Om stukjes fruit voor me te snijden. Zijn soep op mijn fornuis. Hij is van mij. Hij is van mij. Hij is van mij. Nu zit hij naast me op de bank. Het is wat onwennig dat dat kan. Op kantoor is hij de baas. Maar hier een doodnormale man. Een beetje roos op zijn schouders, zijn neus. Are we talking about the same man from the song before? These are the other people, the next one that got him? Or is it something completely different? Someone fit me in a little bit on the backstory for sure. It's a whole different lot of ways of looking at a person. Een beetje roos op zijn schouders, zijn neus rood van de drank. Dat viel niet op naakt in de kast. Maar des te meer hier op de bank. Zijn doosje pillen op mijn plank. Geen idee wat hij mankeert. Heeft hij problemen met zijn hart? Zal je net zien, gaat het verkeerd. Hij is van mij. But what did you inherit? En hoe hij ruikt 's ochtends vroeg. Met de slaap nog in mijn ogen. Dat doet me denken aan zijn vader. Hoe een mond zo uit kan drogen. Hij is van mij. Hij is van mij. Ik weet niet of ik van hem hou. Eerst wel, maar nu het dan ook mag. Zie ik hoe kwetsbaar hij kan zijn. There's still an inner conundrum going on in this song. Ik weet niet wat dat is, een kapelaan. Steeds weer in de lappenmand. Man, je bent gewoon verkouden.
Stop die oude mannenzakdoek in je broek. Jezus man, trek dan een jas aan als het sneeuwt. Een jaar geleden. Een jaar geleden was het fijn. Toen was het nog geheim. We gingen schuilen voor de sneeuw. En toen opeens waren we alleen. En daar waar niemand ons kon zien. Een kus op mijn mond, alsof zij niet bestond. Nu zit je afwezig in je stoel. Geef het gewoon aan als er iets is. Ik zie dat je verdrietig bent. Denk je aan haar, dat je haar mist. Oh. Ze is de moeder van je kind. Dat snap ik heus wel hoor, maar poe. Je hoeft haar niet altijd op te nemen. En als er slaaf je naar haar toe. Je bent van mij. Ze zit in al jouw kleine dingen. Hoe zij vindt dat alles moet. De wc-bril netjes terug. Ik ken niet één man die dat doet. Schrik niet meer wakker in de nacht. Maar niet zo woedend om je heen. Als je haar naam schreeuwt onbedoeld. Voel ik me hopeloos alleen. Als je dat wilt moet je maar terug. Neem hem dan mee. Je rolt je muur. Je schoenen en je blote past. Sinds hij verscheen is het begonnen. Maak het nou niet stuk. Hij is van mij. Oh my god. The first one didn't want to get rid of him. At the end, you could tell she didn't really want to get rid of him. She still had a heart for him. The second one, don't know if they want him. Now that he's here. Absolutely fun the whole way through. Beautiful the whole way through. A roller coaster of emotions in there. Get over show Yinny Arian and Yento and Boor some love. Go show Axel Nightman some love for the subs. Smash the like button if you liked it. The dislike button, but I won't believe you until the next one. I'm highly combustible. You guys be happy, highly saved. Love you to the moon and back. Peace.